We zijn hier vandaag bij Occupy Permacultuur. Kunt u ons even uitleggen wat u hier doet? Nou, we hebben hier vanavond de eerste meeting voor Occupy Permacultuur Transitie gehad. We noemen het even Permacultuur Transitie omdat we nog met hele brede thema's bezig zijn. Dus we hebben vandaag een eerste brainstorm gehouden wat we met die thematiek zouden kunnen doen in combinatie met Occupy. En je wilt natuurlijk weten wat daar een beetje uit is gekomen. Nou ja, het is sowieso een lang proces, maar we willen in ieder geval met een aantal guerrilla gardening acties komen. We willen kijken of we in de lente en de zomer een aantal voorbeelden van permacultuur op de kampen neer kunnen zetten. En of we ook in de steden waar Occupy is een stuk land kunnen hebben waar we zelf eten gaan verbouwen. Dat we aan de Occupy kampen kunnen leveren. En dan was er nog één idee. Eigenlijk zou je even mee moeten lopen naar ons kleine brainstormen. Een kleine brainstorm-mapje. Wat je hier ziet is workshops waar we over zitten te denken. Want het idee bij Occupy is toch wel dat we het over bewustwording gaan en dat we dat de wereld in willen gooien. Dus wat we aan workshops zouden kunnen doen met kinderen, seizoensgebonden groenten, window farming, de eetbare stad. Dus daar gaat de groep mee aan de slag. Voor de rest gaan we het netwerk wat er al is inventariseren. En hoe we daarmee aansluiting kunnen vinden. En we zijn een beetje bezig geweest wat we dus op die Occupy-kampen zouden kunnen doen. Aan permacultuur of aan verbouwing of aan zelfvoorzienendheid. Dus daar zijn we eigenlijk nu mee bezig. Het is nu bijna afgelopen, of het is eigenlijk aan het eind. En we gaan over 3 weken weer bij elkaar komen. En dan gaan we concreter die dingen uitwerken. Wat is het belang van permacultuur? Permacultuur is meer een concept en waarom het belangrijk is, is omdat het op een duurzame manier omgaat met je eigen omgeving. We krijgen klimaatverandering, we hebben peak oil, fossiele brandstoffen worden duurder en duurder. Dus hoe kan je een wijk of een buurt, eiland, stad, zo groot als het, zelfvoorzienend maken? Of in ieder geval meer weerbaar maken voor een crisis die komt. Dus hoe kan je een lokaal netwerk van voedsel, van energie opbouwen? En hoe kan je mensen... Ja, eigen verantwoordelijkheid weer in de handen geven. Dat ze niet zo afhankelijk van de staat en grote bedrijven worden. Maar vroeger hadden we dat toch al, eigenlijk? Vroeger hadden we dat allemaal. Maar dat is eigenlijk de laatste 100 jaar of de laatste 50 jaar een beetje misgegaan. En dat moet weer terug. En waarom is dat misgegaan, denk je? Nou ja, daar zie ik wat overheden en grote bedrijven met monopolies wel een belangrijke invloed op hebben. En als we het hebben over permacultuur en over verbouwen en agrarisch, nou, Monsanto... Kijk naar een bedrijf als Monsanto die alle zaden op de wereld modificeert, daar patenten op legt, boeren in landen dwingt met hun zaden gebruik te maken. Zaden van Monsanto zijn niet her te gebruiken, dus je bent verplicht elk jaar te blijven kopen. Nou ja, dat is een heel groot probleem binnen de agricultuur. En als je naar derde wereldlanden of India kijkt, dan zie je hele grote groepen. Boeren die op dit moment totaal ten onder gaan daaraan. Omdat ze eenmaal gebonden aan Monsanto, kom je er niet meer onderuit. En dat wordt nu bevochten. En daar kan permacultuur ook een belangrijke bijdrage in leveren. Nou, voor mij is duurzaam leven, zelfvoorzienend worden, is een grote reden om bij Occupy te gaan. Ik vind actievoeren ook heel belangrijk, maar ik ben veel meer geïnteresseerd om nu... gaan werken aan die andere wereld, aan die alternatieven, om daarmee mensen te inspireren.